Zo. Dit heb ik bewust allemaal uitgezet. En waarom heb ik dit uitgezet? Omdat... luister. Platform 6. Train number 3269 departure to Utrecht Central at 1317 is imminent. Please stand out of the doors. Dit soort kleine dingen vind ik nou mooi. Dit vind ik heel erg mooi. Nogmaals, hou er even rekening mee dat dit is in het nog een Engels systeem dat het uitspreekt. Dus Hertogenbosch en Utrecht wordt op zijn Engelse manier nog uitgesproken. De reden daarvan is dat nog de Nederlandse nog niet toegevoegd is. Het is nog niet toegevoegd, maar de developer heeft gezegd het komt er wel in. Nou wil ik jullie even laten horen wat het verschil is. Dat kan ik jullie zometeen heel goed laten horen als wij op snelheid rijden. Wat het verschil is als je dus RW Hennehonze aan hebt staan of als je hem uit hebt staan. Ik moet trouwens niet te snel rijden. Zo. Ja, er komt een Nederlands PIS-systeem in. En PIS staat voor Passenger Information System. Dus er komt ook, tenminste daar is de developer mee bezig, die wil ook zo'n Nederlands iets hier aan toevoegen. Dus dat maakt het wel wat leuker. Straks als wij op snelheid rijden, dan kan ik jullie iets beter laten horen wat het verschil is als je het zonder de enhancer gebruikt en als je het met de enhancer gebruikt. En waarom ik bepaalde opties aan of uit heb gezet. Of juist zachter heb gezet. Dan kunnen jullie dat eventueel... ja, inderdaad, gek idee. Reizigersinformatiesysteem, alleen dit is een Engels product tot nu toe. Dus dan hoor je dat op die manier. Hier aan de zijkant zien, dan doe ik ook een paar dingetjes zoals de tijd, jouw tractie, waar je naartoe moet. En zelfs nog waar je langs heen gaat eventueel. Dat zie je hier dus aan de zijkant. En natuurlijk hier aan de, wat ik hier het handige vind, aan de linkerkant, is dat als je ziet, als ik een tractie ervan afhaal, zie je dit oranje. Dat betekent dus dat je snelheid verliest. Nou kun je dus heel precies timen, of heel precies gaan kijken, als je hier dus helemaal niks hebt, dat betekent dat je precies zo blijft rijden als wat je nu rijdt. Of in ieder geval minimaal tractie verliest. Je kunt ook dit ingedrukt houden en dit gewoon zo bewegen als je wil. Dan kun je het gewoon... Dit is een overlay. Dit zit niet in Train Simulator zelf. Dus je kunt hier heel veel dingen aan en uitzetten als je wil. Dus je kunt bijvoorbeeld ook sommige dingen uitzetten die je dan niet nodig hebt of dat je ze weghaalt. Ik heb dit zelf zeg maar zo ingericht. Dus even kijken. Ik ga nu even op snelheid. En als we dan zoiets van 140 rijden... Dan laat ik jullie even horen wat dan precies nou het verschil is tussen die, tussen als je RW en Hansen uitzet en als je hem aan laat staan. En dan zal ik ook gewoon het geluid wat harder zetten, dat je zelf ook eventjes goed kunt luisteren en zal ik ook stil zijn. Dat je dan kunt horen wat er precies allemaal om je heen gebeurt en waarom ik bepaalde dingen juist heb uitgezet en waarom ik bepaalde dingen juist, oh nee, alles is van default bijna aan. Ik heb vooral sommige dingen uitgezet. Dus als ik dan dat heb laten horen, dan... kan ik in ieder geval wat dingen laten zien. Trouwens, nogmaals, dit is mijn eigen scenario die binnenkort gaat uitkomen, maar er worden nog wel wat dingetjes aan veranderd. Ik moet nog wat dingetjes bij je plaatsen, maar in het algemeen ben ik best wel tevreden mee met het scenario eigenlijk. Even kijken. Alright. We rijden nu ongeveer goed. Oké. Okay. Ik zet dus nu alle geluiden van RW en Hans zet ik uit. Dus nu is het eigenlijk eventjes zonde. Dus nu hoor je helemaal niks. Dus dit... Wat je nu hoort is zonder RW en Hans en ik ga hem zo meteen weer aanzetten. Dus deze geluiden heb je er allemaal bij. De reden waarom ik de trein op 48 heb gezet is omdat de trein redelijk hard is. Als je even luistert... Dit is veel te hard. Dit is veel te hard. Dus ik zet hem hierop. De diesel heb ik... De electric engine heb ik uitgeschakeld, want dan hoor je dit. En dat vind ik op zich niet nodig voor de treinen van Chris in ieder geval. Want de bedoeling ook is, als je die diesel engine layer of die electric engine layer wil toevoegen, is eigenlijk alleen nodig als je met oude consist van DTG gaat rijden ofzo. Dan gooi je er een mooi laagje overheen, om het zo te zeggen. Dus het is niet per definitie nodig om hem aan te zetten. Dat is de reden waarom ik hem uit heb gezet eigenlijk.
Voor de rest heb ik de settings heel erg default gelaten. Ik heb alleen de track joints en de braking friction heb ik uitgezet. En de square cheek, of de chair squeak. Die vond ik een beetje onnodig. Dus dat dan. Verder kun je hier ook nog wat statistieken inzien van je snelheid en dat soort dingetjes. En je hebt radiocommunicatie, heb je er ook in zitten. Bijvoorbeeld dat je kunt zeggen van cancel next stop. Of er komt ook een push to talk komt erin. Dus dat je met een soort van radio ding kunt gaan werken. Dat is allemaal nog in heel vroeg early stage. Dus er kan nog heel veel dingen kunnen veranderd worden. Ik heb zelf ook een paar dingen doorgegeven nog aan de aan de developer van dit pakket. Dat eventueel toegevoegd moet worden. Dus er kan nog echt heel veel kan er in ieder geval veranderd worden. Dus, maar het klinkt op zich wel, ik vind het wel lekker klinken in ieder geval. Dus je kunt ook gewoon even kijken, ik zag ook iets met HUD zag ik staan volgens mij. Kijk, hier heb je dus de refresh rate van de HUD, die kun je aanpassen. Speedcaller kun je aanpassen, shows pedometer, dus die kun je aan of uitzetten als je wil. Dat is wat net al gevraagd werd volgens mij. Oh, nu hoor je de tunnel, dat is ook heel mooi. Je hebt dus heel veel leuke dingen heb je dus hier eventueel in zitten. Maar ik wil ook natuurlijk graag wel een beetje aan het scenario laten horen. Maar straks als we bij Hot Hogenbos in de buurt komen, dan wordt het dus ook omgeroepen. Dus op basis daarvan. Het is ook zo dat als je dus vertrekt, dan hoor je dus van, hè, let op, trein op dat en dat spoor vertrekt bijna. Het spoor wat je hoort is daadwerkelijk ook een spoor waar je op staat. Dus als je hoort spoor 6, dan sta je ook op spoor 6 op dat moment. Dus dat is op zich heel erg geinig. Wat ik nog heb gevraagd is, omdat je nu hoor je een random treinnummer. Nu hoor je trein 3469 of zoiets dergelijks hoor je. Wat ik heb gevraagd aan de developer wat mogelijk is. Want nu is het alleen nog mogelijk om een eigen treinnummer of dienstnummer in QuickDrive te doen. Ik heb als feature aangevraagd om ook zelf een eigen treinnummer of een service nummer toe te voegen als je in een scenario rijdt. Dat heb ik gezegd van, ja, in Nederland rijden we met deze bepaalde dingen. Dus zou het mooi zijn als je een eigen scenario nummer, of een eigen dingetje erin kan doen. Hoe heet dat? Zo'n eigen een eigen treinnummer erin. Dus dat wordt dan weer toegevoegd. Ik zal straks ook nog eventjes naar buiten heen gaan. Als we op het station zijn, want als het goed is zijn wat ambient geluiden zijn toegevoegd. Dus een beetje geroezemoes en dat soort dingen. Voor de rest hebben we hier aan de overkant hebben wij de sprinten naar Weert, is dat volgens mij. En hebben wij hier, want ik heb altijd op mijn kaart, duid ik altijd aan waar de treinen naartoe gaan. We hebben hier de intercity dus bijvoorbeeld naar Heerlen, de IC naar Heerlen, die hier aan voorbij komt. Even kijken, die hut geeft me een beetje TSW-feelings. Ja, dat klopt inderdaad. Kijk, maar het mooie wat ik gewoon vind, is dat hier zie je dus nu aan de zijkant, zie je heel af en toe een dingetje omhoog of naar beneden schieten. Hoe minder je dit ziet bewegen, zeg maar, hoe beter jij je tractie hebt staan. Dus met andere woorden, als hij nu groen is, hij is nu een heel klein beetje groen, dat betekent dat mijn snelheid nu omhoog gaat. En als ik hem heel iets naar beneden heen zet, dan zie je dat hij zoveel mogelijk weg is. En dat betekent dat je je snelheid zo constant mogelijk houdt. Dat vind ik handig. Hier is natuurlijk heel algemeen de snelheid die je mag rijden. En dit is de, hoe moet je dat zeggen? Of je naar boven of naar beneden rijdt op dat moment. Dus dat is wel, dat je weet of je dan, like, naar boven ingaat of wat dan ook. Yari, jij bent mijn grootste fan. Hartstikke lekker, goed bezig. Yari vindt ook de SNG een mooie sprinter. Het is op zich wel een trein waar je lekker mee rijdt, dat is wel. Clip meneer, het is een prachtige route. Ik heb dit scenario al een paar keer gereden. Een paar dingetjes waar ik nog tegenaan loop. En dat zullen jullie straks ook nog wel zien. Trouwens, als jullie ook zoiets hebben van, joh, bepaalde plekken zijn heel leeg. Bijvoorbeeld, ik heb het opstelterrein bij Hertogenbosch heb ik nog niet gevuld. Die is heel erg leeg. Als je wat dingen, als jij iets zegt van, nou, liefjes, ik heb nog wel een tip voor jouw scenario. Gebruik dit eens of wat dan ook. Ik hoor het graag. Omroepen komen nog in. Opstelterreinen worden nog gevuld en dat soort dingen. Kijk, we gaan dus nu naar beneden, zie je? Hij geeft nu pijltje naar beneden, min 3.2. Dus je ziet dat je naar beneden heen gaat. Ook goedemiddag, treinsporter Kenan. En Mark, ook goedemiddag, welkom. Marijn vindt SLT het mooiste. Weet je, ja, dat klopt. Ben ik eens. Het is inderdaad hartstikke mooi.
En Rutger, die komt ook nog binnen met een subscriptie. 16 maandjes alweer. Dankjewel Rutger en natuurlijk van harte welkom. Dizira, bij Boxstore ligt een oude spooraansluiting uit Duitsland. Ja, dat klopt inderdaad. En die is ook hier in de route als het goed is. Ik moet even remmen trouwens. Zo. Tigotius, bedankt trouwens voor de host. Bedenk me trouwens nog één ding dat ik even snel moet doen. Even kijken. Dat is deze inderdaad. Ja. En ik zie dat Davy heeft zich ook geabonneerd op mijn kanaal met Prime. Dankjewel Davy. Heel erg bedankt. Ja, ik allow het wel, Christian. En jij, Parama, goedemiddag. Ja, clip meneer, het maakt niet uit. Ik bedoel, ik probeer nu ook steeds meer te gaan streamen en dat soort dingen. Dus mods kunnen nog niet alles tegelijkertijd weten. Dus voor de volgende keer, je mag, als je een shout-out hebt, mag je best een shout-out doen naar je eigen Twitch als je dat wil. Geen probleem. Eventjes kijken. Maar in ieder geval, Davy, heel erg bedankt voor jouw Prime sub. Wat natuurlijk wel gewaardeerd. Oké, okay, oh, trouwens Christian, je hebt nu ook een... of had je die al zo'n diamanten treintje? Ik weet niet meer zeker of je die nog wel of niet had trouwens, maar... Zullen we trouwens even een drive-by doen? Even weer terug de cabine in. Ja, dat komt omdat ik was even in de wacht met jouw aantal maanden subs en jouw, hoe heet dat, en jouw continue subs zodoende. Davy, geen probleem kerel, ik waardeer je streams enorm en wil dan ook wat terug doen om het zo maar even te zeggen. Ah, dankjewel! Dat wordt echt wel gewaardeerd. Die Sira, die aansluiting zit bij de route een snelheidsverlagingsbordje naar 130. Check. We rijden trouwens iets te snel, eventjes wat afremmen. Zo. Volgens mij rijden we nu zo. Ik laat me heel eventjes wat afdalen. Zo, prima. Eventjes kijken. Oh, je wil alleen wat vragen, Jari. Nou, vragen mag je hier altijd stellen. Dat is, dat is sowieso een dingetje. Het zou leuk zijn als deze uitbreiding ook de status voor het eerst volgende sein laat zien. Doet hij. Alleen als die geel of rood is. Als een sein geel is, dan zie je hier een poortje zie je hier komen met daarboven een geel sterretje, zeg maar. Als jouw sein rood is, dan zie jij een rood sterretje. Kan ik jullie straks waarschijnlijk wel laten zien als wij Hertogenbosch in gaan rijden. Maar als jouw sein groen is... Dan laat hij geen status zien. Komt het stuk Tilburg Den Bosch er ook nog in? Weet ik niet, Tycho. Het zit er voor nu nog niet in, namelijk. Oh, clip meneer, volgens mij een van de personen die volgens mij meehelpt, dacht ik, of niet? Althans, geen idee. Jari, je mag mij zien op Twitch als je het wil, anders niet. Oké, okay, dat wou je zeggen. Helemaal goed, Jari. Kijk, een van de dingen die ik nog gefixt wil hebben... Want dit is een beetje een vaag probleem. Ik heb hier namelijk een stopping marker neergezet... voor deze sprinter die volgens mij ook naar Weert of naar Deurne heen gaat. Een van de twee. Maar wat mij opviel... is dat als deze grappenmaker hier stopt... Dat hij soms in één keer gewoon doorrijdt met open deuren. Even kijken of hij dat nu doet. Oh, nou niet. Ik schreeuw trouwens door de stationsomroepen heen. Het is soms heel random dat stationsomroepen
worden gedaan als je voorbij een station rijdt. Met de algemene mededeling van remember not to smoke of wat voor grappige dingen ook. Dat is heel random. De snelheidsverlaging wordt hier trouwens beneden aangeduid op deze manier. Dus dat je zo'n ding daar beneden hebt. Dat is een snelheidsverlaging. Frieson nog niet. De omroepen zijn alleen nog in het Engels, maar de developer heeft aangegeven dat, hoe heet dat? Dat er ook Nederlandse omroepen inkomen. Dus dat zit er nog niet in, maar het komt er wel in. Oh, jij hebt rond Boxtel gemaakt en de 1.6 patch. Nice clip, meneer. Omroep. Next stop, S. Hurtogenbos. Nou, dat was hem eigenlijk. Maar dat bedoel ik dus met dat het op de Engelse manier wordt voorgelezen. S. Hurtogenbos, weet je wel? Het wordt op de Engelse manier voorgelezen, dus het is op zich wel geinig. Maar er komt dus nogmaals een... dat heeft de developer gezegd. Oh ja, trouwens voor Frieson. Hier beneden. Hier beneden zie je dus nu. Het sein is geel. Dit stukje zal een rood sein zijn waarschijnlijk. En dit betekent wat het einde van jouw platform is. Dus dat je jouw reizigers moet ophalen. Ja. En waarschijnlijk als wij het gele sein voorbij zijn. Dan wordt dat gele zonnetje wat je dus nu boven dat sein ziet staan. Dan wordt dan bij het volgende sein zo'n rood zonnetje als het goed is. Dus moet ik eventjes eerst het gele sein moet ik voorbij zijn. En dan kan ik jou dat, kun je dat zometeen beneden zien. Ja. Hey, goedemiddag Nico. Hey lieven. Ja, ik was eigenlijk nooit helemaal ziek geweest. Maar kijk, daar is dat rode zonnetje. Met andere woorden voor een rood sein. Maar ja, ik ben nooit echt heel ziek geweest van mijn... hoe heet dat? Van, ja, het is dat de GGD mij vertelde dat ik schijnbaar COVID heb, maar... ik heb de hele week heb ik niks gevoeld. Ik had na maandag had ik een positieve test. Maar ik heb gelukkig nergens last van gehad. Ting! Zo. Nu eventjes. Wij staan dus hier op spoor 3A. Als wij straks ongeveer nog 30 seconden over hebben, hoor je weer een omroep dat wij bijna vertrekken. En... Oh? Oh, ik dacht niet wat te vertellen. Ik hoorde tung, maar ik weet niet waarom. Maar dan hoor je dus zometeen dat, dat we dus van spoor 3A vertrekken. Dus dat vind ik op zich wel leuk eigenlijk. Nou ben ik alleen benieuwd hoe wordt dit op fictieve routes uitgesproken. Als je van die fictieve stadsnamen hebt en dat soort dingen, hoe wordt dat dan uitgesproken? Nigel, dit is de RW Enhancer 2. Momenteel nog in early development, moet ik altijd even bijzeggen. In early development, dus er worden nog heel veel dingen aangepast eventueel. Dan hebben wij hier... Oh ja, trouwens, ik heb gemerkt jongens, dat de koersborden, als je dat script gebruikt voor de normale firm... dat hij niet meer aanpast als je dat script gebruikt bij de oude. Het licht is ook anders. Hoe bedoel je dat gek idee? Bedoel je bij die ramen hierboven, dit hè? Dat de weerkaatsing van het licht anders is? Het zou heel goed kunnen dat ook in die RWN-hand zit hoor. Dat zou heel goed kunnen. Oh, de belichting van de game? Ik heb de vorige keer heb ik wel. Ik weet niet of dat in de RW-enhancer zit. Ik zit te denken hoor. Maar ik heb de vorige keer heb ik wel iets uitgezet. Had ik de bloem had ik volgens mij uitgezet de vorige keer. Dus ja. Dat zou het iets kunnen zijn natuurlijk. Maar dat weet ik niet zeker. Even kijken, is dit al te koop en wordt er dan gratis een update verstrekt naar aanpassingen? Ja, dit is wel te koop inderdaad. De RW Enhancer is al te koop, als het goed is. En elke update die daarna wordt uitgebracht is gewoon een gratis update. Dan komt dat in jouw... dan komt dat als je RW Enhancer opstart. Dan komt er automatisch in staan dat er een update is. Haalt hij dat binnen en dan ga je gewoon weer verder. Oh, trouwens, er komt hier ook nou als het goed is de IC naar Roosendaal komt binnen.
Wel met een mooi gangetje. Maar dit is de IC naar Roosendaal. Die kwam eigenlijk via dat stukje hier mooi naar binnen ingereden. Ik vind de flow verm nog altijd wat hebben. Ik vind het echt wel een... Ik denk dat sommige mensen echt een helemaal kapot niks vinden. Maar ik vind het kleurenschema vind ik wel mooi wat hij heeft. The next station is Sievenburg aan Zee. Nee, het wordt wel op zijn Nederlands uitgesproken. Dus dat wel. Maar de koersbord van de firma niet aan. Dit soort kleine dingetjes, dat vind ik gewoon geinig. There's not allowed for smoking in the station. Ja, dat komt dus nog in het Nederlands, maar het is grappig. Even kijken, dat de koersborden van de firma niet aangepast kan worden via Lumen, daar had ik ook al problemen de laatste weken. Ja, voor mij iets met de update. Platform 3A. Train number 3269 departure to Utrecht Central at 1338 is imminent. Please stand out of the doors. Dit, hoor je dat? Hij zegt netjes perron 3A, waar we dus ook op staan. Het fluitje gaat, deur gaan dicht. En er wordt zelfs omgeroepen hoe laat we vertrekken. 13:38. Alles klopt gewoon. Het klopt. Dus ja. Ik weet niet hoe het allemaal werkt, maar ik vind het op zich geinig. En het is vooral... Kijk, je zou dit niet... In alle eerlijkheid, je zou dit niet snel gaan gebruiken in een scenario waar al omroepen in zitten. Want waarom zou je dat doen? Waarom zou je in een scenario waar omroepen in zitten ook nog dit een keer eroverheen draaien? Dat zou je niet doen. Maar voor scenario's die bijvoorbeeld geen omroepen bevatten... zou je dit op zich best wel prima kunnen gebruiken wat dat betreft. Ik zit me te bedenken eigenlijk, als ik... nee, dat bedoel ik niet. Wel trouwens. Ik denk dat ik die... Dat ik één dingetje hieruit wil hebben. Dat kompas. Dat hoef ik eigenlijk niet. Zo. Die gaat uit. Ik hoef niet te weten of ik naar het noorden heen ga, ja of nee. Zo. We rijden gewoon lekker verder. Hey Tigo, goedemiddag. Welkom. Oh, het klopt dat hij op de normale firm niet meer werkt. Oké, okay, maar het is nu wel zo dat als je achter hem... Als je dan de firm achter een firm gemoderniseerd plaatst, zeg maar... Dan kun je wel hoe heet dat? Die koersborden. Die neemt hij dan mee. Dat kan wel. Maar voor met Lua Script is het dan niet meer mogelijk om die koersborden aan te passen, helaas. Wel jammer. Oké, okay, kunnen we 130 rijden? Zo. Nee, we horen het niet. Ah, weet je, ik zit gewoon zelf elke keer met een beetje verbazing te kijken wat mensen allemaal maken tegenwoordig van Train Simulator om het een beetje beter te maken, omdat DTG het niet doet. Diego, dit is niet een nieuwe hut van Train Simulator, dit is de RW Enhancer is dit. Het is een mod die je kunt kopen voor, of een add-on, die je kunt kopen voor Train Simulator, die bijvoorbeeld het bepaalde geluiden beter maakt of omroepen toevoegt aan scenario's die bijvoorbeeld nog geen omroepen hebben en dat soort dingen. Dan pakt hij hem ook niet. Dat heb ik al vaker geprobeerd. Oh, dan bleef hij op extra trein staan. Oké, okay. Ik dacht namelijk te lezen dat dat zo het geval zou moeten zijn. Maar dat is wel jammer. Dat is oprecht wel jammer. Maar ja, nu is het alleen voor de firm zo. Voor de SLT en dergelijke kun je nog wel gewoon die... het standaard Lua script gebruiken om de... Hoe het aan te passen? Om de koersborden aan te passen. Dus dat kan nog wel. Hey Martin, ook een goedemiddag. Welkom. Maar wat ik zo meteen wel even kan laten zien. Want ik heb al één SLT'tje heb ik namelijk het juiste koersbord gegeven namelijk. Dat is de SLT van... hoe heet dat? Die we zo meteen nog tegen gaan komen. Dus dat dan weer wel. Nee, gek idee. We gaan nu in de richting van Utrecht. Of hoe... Oh, zo bedoel je. Nee. Ik zit even te bedenken waar die beiden dan heen gaan. Want we komen zo meteen natuurlijk wel bij Geldermalsen. We komen wat SLT'tjes tegen.
maar gaat eentje naar Utrecht en de andere ja, naar Hertogenbosch. Maar volgens mij heb ik alleen die van Utrecht heb ik volgens mij een ding gegeven. Om even te testen. Dus ik zeg al, het scenario is nog niet helemaal af. Er moeten nog een paar treinen toegevoegd worden om het juiste plaatsnaam te laten zien. Want sommige staan nu nog op gewoon extra trein. Ik heb wel de treinnummers aangepast. Dus elk treinnummer waarmee je rijdt, want dit is een scenario van 25 januari. Dus de, hoe heet dat wat hier staat? De 9528. Dat was ook echt op dat moment het treinstel dat op dat tijdstip reed van Eindhoven naar Schiphol Airport. Want ik hou ervan om alle treinnummers letterlijk over te nemen zoals ze zijn namelijk. En dat doe ik voor alle treinen, ook AI-treinen. Als wat op die, hoe heet die site ook alweer? Iets met treinposities, dacht ik. Er staan ook alle treinnummers staan daarbij. En als je de treinnummers, als ik ze zie, in ieder geval wat ze zijn, dan neem ik ze gewoon over. Maakt mij niet uit. Ik vind het prima. Ja, treinposities inderdaad. Dan kun je zien hoe laat een trein ergens vertrokken is, wat zijn stelnummer is, bladibladibla. Neem ik allemaal over. Ik heb ook al een sprinter scenario uitgebracht op die datum. De sprinter 4423 richting Deurne. Kijk, nice. Waar is die dan te downloaden, gek idee? Of zit die al bij, bij de route in? Dat kan ook nog natuurlijk. First time chatter hebben we weer. Bosje Bolling. Bent u in het echt ook treinmachinist? Nee. In het echt ben ik een, werk ik in de IT. Oh, is gisteren uitgekomen op Dutch Sims? Alright. Oké. Okay. Nou, dan moet ik eventjes kijken of ik die een keertje kan downloaden. Want sprinterdiensten zijn ook heel erg leuk om te doen natuurlijk. Kijk, ik ben vooral van de snelle IC-diensten. Dat vind ik heerlijk. IC-diensten gewoon lekker 40 kilometer lang non-stop doorrijden. Want het is namelijk zo dat van Utrecht naar Hertogenbosch non-stop is 40 kilometer. Vind ik heerlijk om dat dan zo'n stukje te rijden namelijk. Echt super. King Kong, komt dit op YouTube? Jazeker komt dit op YouTube. Ja. Elke livestream wordt dan ook weer gere-upload naar YouTube. Zodat je even kunt terugkijken wat we... Of de mensen die niet kunnen joinen of wat dan ook. Dat die even kunnen kijken wat we gedaan hebben. En Jamie, ook een goede middag en welkom. Zo, even een slok koud water. Lekker. Ah, ik had vanmiddag ook al een blunder. Ik was bezig met eieren koken. En op een gegeven moment, ik had het water had ik aangezet. En het stomme wat je dan kunt doen. Ik ben teruggegaan naar mijn werkkamer. Of tenminste hier. Om even verder te werken aan een scenario. En op een gegeven moment, ik loop gewoon naar de kamer heen. En mijn vriendin die vraagt naar mij van... Ja, ben je de keuken aan het stomen ofzo? Of ben je azijn aan het koken? Ik zeg, nee, hoezo dan? Ja... En toen dacht ik denk even, oh, is je heel, ik heb volgens mij lang, ik weet niet hoe lang de kokend water op het pitje laten staan. Oké, okay, lekker super handig. Er zat echt nog een heel klein laagje water zat in die pan. Nou, gelukkig maar in ieder geval. Maar ik was gewoon compleet vergeten dat ik water op het pitje had staan. Niet heel erg handig als je dat vergeet. Helemaal niet als het water als het water helemaal verdampt is. Want dan gaat je pan ook gewoon helemaal naar de knoppen heen natuurlijk. En dat moet je niet hebben. Maar goed. Gelukkig is het niet heel erg fout gegaan. Nou, hoop ik alleen. Want ik heb met dit scenario één probleempje. Of tenminste, het grootste probleem wat ik met het scenario heb. Is dat er strakjes... staat er dus een trein op Geldermalsen. En die moeten we eigenlijk gewoon voorbij. Die gaan we ook voorbij. Maar op de een of andere manier is het zo... Dat in de vorige keer dat ik het testte in ieder geval. Ging het sein voor mij bleef op rood staan. Ik kan hem wel op oranje of op geel tappen. Dat kan wel. Maar even kijken of die dat blijft doen. Want het viel mij namelijk op. Even kijken hoor. Ik ben een keer een tosti vergeten. Ook heel veel rook. Ja, dat is nog een stukje erger inderdaad. Ja, gek idee. Dat heb ik al gedaan. Ik had zelfs mijn trein een keer speciaal gemaakt. En de andere trein was, die daar staat is gewoon een stopping passenger. En ik ben een express passenger of special heb ik zelfs een keer gedaan. Haalde niks uit. Bleef gewoon zo staan. Maar ik zal het je zometeen laten zien als het gebeurt. Ik heb ondertussen heel veel dingen weer aangepast. Dus we zien wel.
Even kijken. Ach Björn, het is een troost. Mijn vader heeft al 3 voor elkaar gekregen om gekookte aardappelen te laten verbranden. Oké, ja, dat is vervelend. Oh ja, nee, inderdaad, ietje. Dan is het er gewoon helemaal over en uit. Dan is het, dan doet hij inderdaad helemaal niks meer. Martin Skywatcher. Gelukkig zaten er geen eieren in de pan. Die waren anders groen geweest. Ja, oh zeker wel. Die waren helemaal groen geweest wat dat betreft. Ja, maar goed, dat wil je natuurlijk liever niet, maar ja. Ik had trouwens ook nog het idee. Wij komen natuurlijk straks langs... dan ben ik even vergeten hoe die afslag hier zometeen ook weer heet. Is dat niet de Betuwe-route? Ah, ik weet niet meer hoe het heet. Die hele lange cargo-route die ook door Flevoland heen loopt en bladibladibla. Ik ben even... Toch de Betuwe. Oké, we komen zo meteen onder de Betuwe-route langs. En mijn idee is om hier nog een keer iets overheen te laten rijden. Want hier zie je nog helemaal niks. Maar het lijkt me wel mooi om bijvoorbeeld hier cargo overheen te zien rijden of wat dan ook. Dus, ja, Flevoland. Het lijkt me wel mooi om dan hier bijvoorbeeld een, dat je hier een cargo-trein ziet wachten of zo dergelijks. Of dat je dan hier een cargo-trein overheen ziet gaan. Want het valt mij op dat ik hier altijd wel een beetje rond 13:47 langsheen kom rijden. Dus als je rond dat tijdstip hier ook een trein overheen laat rijden, dat lijkt me donders mooi hoor. Om dat te kunnen plannen. Ja, het is toch wel de betere route inderdaad, ja. Wel hartstikke mooi dat hij allemaal is in ieder geval. Laat de Nightjetter op de betere route rijden. Rijdt hij dan het echt ook dan? Want ik bedoel, ik probeer het scenario nu zo naar realiteit mogelijk te maken als dat kan. Dus het zou wel mooi zijn als hij ook echt rijdt daar. Dat is een gek idee. Gek idee. Nou, even kijken of we nou een... Nee, nou is die wel weer groen. Oké, ik weet al hoe het komt. Oké, ik heb het gefixt. Het sein blijft groen. Dit sein heb ik elke keer geel gehad. Elke keer werd die geel. Ik werd er helemaal leep van. Maar ik weet nu eindelijk hoe het komt. Ik zal het je zo meteen even uitleggen als we station Geldermalsen voorbij gaan. Ik weet al hoe het komt. Kijk, ik zal het even uitleggen. Oh. Deze SLT. Deze. Ik had hem eerst, had ik hem één bakbotje, ik had hem eerst hier laten stoppen. Dat betekent dat de wagons, die stonden net hier denk ik. Hier stond net het einde van de trein volgens mij. Op de een of andere manier was dit sein voor mij op geel. Nee, deze was al rood. En als ik hier reed, dan kon ik hem weer op geel tappen. Maar dat heeft waarschijnlijk te maken dat deze trein dan net te dicht bij de wissel stond. En daardoor dacht dat het signaal misschien, of dat hij dacht dat de track nog occupied was. Eén van de twee. Ik heb zo'n vermoeden namelijk. Ik weet het niet zeker, maar ik denk zoiets. Je kan ook van een Lon ICE 3 overheen laten rijden. Is wel eens gebeurd. Ja, maar niet op deze datum. Maar goed, mooi dat we nu in ieder geval hier lekker door kunnen rijden. Oh ja, was dat dan deze trouwens? Ik zit even te kijken, had ik deze nou de ding aangepast? De koersbord of is het nog een andere? Kijk, Utrecht Centraal. Was eventjes om te testen of die werkte, maar hij werkt. Björn, ga je ook een keer met de treinen van SK Trains rijden? Wil ik wel. Ze zijn wel vrij geavanceerd, maar ik wil dat wel een keertje doen. Lijkt me wel nice op zich. Oh, hij rijdt via Arnhem. Oké. Okay. Dat kan inderdaad met de wissel te maken hebben. Ja, het zou met een bepaalde link of wissel te maken kunnen hebben. Ik ben in ieder geval lang blij dat ik nu eindelijk van die van het rode sein af ben. Want ik kreeg er echt hoofdpijn van op een gegeven moment. Ik dacht van, waar komt dat nou vandaan dan? Ik snap er helemaal niks van. En je moet elke keer het scenario opnieuw rijden, opnieuw rijden, opnieuw rijden en opnieuw rijden. Ik dacht van, ja, zo blijf je doorgaan natuurlijk. Mooie dubbele firm. Oh! Trouwens, om even mijn ding om even te zeggen. Deze staat dan bijvoorbeeld op... even kijken. Oh, dit is eigenlijk niet eens aangepast. Lekker handig van mij. Oké, okay, nevermind. Kan ik toch niet testen.
Dat moet aangepast worden dus. Zou een machinist ook een bekeuring krijgen als hij door rood rijdt? Ik denk dat de... Ik denk dat er serieus wel straffen voor zijn. Want volgens mij mag een machinist ook niet zomaar te hard rijden. Ik denk volgens mij dat er serieus daarop gecontroleerd kan worden of een machinist te hard rijdt, ja of nee. En daar kunnen ook consequenties wel eens aanhangen, denk ik. Hey Ian, ook een goede middag en welkom. De SLT, DDZ en ICMM kunnen gewoon aangepast worden met Lua. Ja, klopt inderdaad. Alleen de firm niet meer. Helaas. Wat ik wel graag wil, maar de firm kan het niet meer. Nee. Dat wat ik net liet zien was eigenlijk om te kijken of... de firm het overneemt van de firm M, zeg maar. Maar ik had de firm M ook niet eens aangepast, dus... Daarom zei ik, er moet best nog wat... Hoe is het geluid eigenlijk in de trein zelf? Bedoel je in... hoe bedoel je dat, Christian? Bedoel je als je in de passenger zit, of... Ik zal eens kijken of er überhaupt iets van verschil maakt. Even kijken. Ik zal het eens uitzetten. Even extra hard. Ja, je hoort verschil. Luister. Buiten het feit dat je de passengers hoort, hoor je ook het geschreeuw van de rails. Hoor je ook. Dus ja, in de passenger doe je ook, hoor je ook die dingen. Alleen één dingetje. Ik neem dus aan dat niemand dit doet. Maar als je verwisselt op deze manier. Dus als je bijvoorbeeld hier zou klikken op passenger. Of hier zou klikken op external view of wat dan ook. Dan werkt het niet. RW en Hansen is afhankelijk van jouw toetsenbord keys. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Daar is RW en Hansen afhankelijk van. Dus niet van die gekke dingen die hier onderin zou staan. Dus ik gebruik het niet eens, laat ik het zo zeggen. Maar RW en Hansen is afhankelijk van je toetsenbord keys. Met het veranderen van geluid en dat soort dingen. Van detecteren of je in de cabine zit of buiten de cabine of wat dan ook. Hoe kun je ook weer uit... Oh ja. Hier bijvoorbeeld ook nog iets voor, dacht ik. Even kijken. Iets met... Kijken. Nu hoor je de wind langs je hoofd gaan. Dat vind ik wel geinig. Ik had hem eens uitgezet omdat ik dacht dat het ergens meer stoorde, maar het stoort schijnbaar nergens meer. Het is gewoon puur bedoeld dat je de wind langs je heen hoort gaan als je hier buiten aan het als je kop buiten het raam steekt. Ja, die tree planks, jongen, in die, squeak, squeak, squeak. Het kwam volgens mij door de nieuwe koersbordenlijst die in de firm zit. Ja, klopt inderdaad. Nou ja, dat heeft er wel iets mee te maken. Want nu die destination list van Chris wordt gebruikt, kun je dat niet meer op die manier gebruiken. Dan hoop ik niet dat dit ook voor de voor andere treinen straks een probleem gaat zijn. En daarmee bedoel ik de SLT, de ICM, zeg maar alle treinen waar je normaal gesproken niet automatisch koersborden kan op instellen. En straks gaan gebruik maken van die hoofddestination list. Ik hoop niet dat die er last van gaan krijgen. Anders kun je straks heel veel treinen niet meer aanpassen. Dat zal wel heel zonde zijn. Ja, met Lua is dat wel aanvullen. Kijk, het is niet het einde van de wereld als het niet kan. Maar het zou wel mooi zijn als het erin zou blijven. Want als het is mooier dat je iets voorbij ziet gaan waarvan je weet van... Oh, die trein gaat naar Utrecht Centraal bijvoorbeeld. Dan dat je ziet van extra trein. Ja, het is zeg maar een beetje dat kerstje op de slagroom, weet je wel? Het kerstje op de taart. Kan wel wat WD-40 gebruiken met het gepiep. Ja, zeker wel. Zeker wel.
Ik heb gehoord dat de Abellio weg is. Voor mij is die zelfs failliet, dacht ik. Volgens mij is Abellio... voor mij is het gewoon failliet, dacht ik. Ik weet het niet heel zeker, maar voor mij zijn ze gewoon failliet. Ja, toch wel een gek idee. Het is gewoon failliet, toch? Meende ik ook al. Verandert er ook qua geluid in de game? Trainspotter Kenan. Ik kan het nog even een keertje laten horen wat er gebeurt als ik de RW Enhancer compleet uitzet. Dit bedoel ik trouwens niet aan meer. Even kijken. Ik zet het geluid even hard. Dan kunnen jullie horen wat het verschil nog een keer is. Komt ie. Dit is het normale train simulator geluid. Dus helemaal default. Nou komt RW Enhancer erbij. Dus ja, het maakt zeker nog wel iets uit. Die RW Enhancer. Wij mogen trouwens 140. Wat is dit dan voor ding? Stefan, dit heet RW Enhancer 2. Voegt geluiden en omroepen toe aan Train Simulator. Zo, even 140 gaan rijden hier. Ja, het is echt wel een groot verschil inderdaad, Kenan. Dat sowieso. Maar nogmaals, eventjes erbij gemeld. Deze tool zorgt er ook voor dat er wordt omgeroepen en dat soort dingen. Dus dat betekent dat je dit niet moet gaan doen in een scenario waar al in een scenario moet gaan doen waar al wel omroepen zijn. Dat zou jammer zijn. Dat is ook niet nodig. Maar dit scenario heeft nog geen omroepen dat ik heb gemaakt. Dus dat maakt het wel een stukje leuker. Omdat hij automatisch omroept. Nou, kom hier langs de SLT. Die doet even zijn stoppie. Abellio is tot zover ik weet nog niet failliet. Ze hebben alleen concressie toegegeven omdat ze anders mogelijk failliet zouden gaan. Oké, check. En daar is nog een IC. Dit stukje wordt al vaak een stuk drukker. Dat is natuurlijk wel leuk, want je komt natuurlijk ook in de buurt van Utrecht Centraal. Dit scenario heeft trouwens 36 AI-treinen. 36. Ja, I know. Het zijn er flink wat. En er komen er waarschijnlijk nog wel een paar bij. We hebben daar nog een SLT'tje. Plus tussen Amsterdam en Eindhoven elke 10 minuten een trein. Yup. Dat heb ik geweten inderdaad, ja. Nee, nog niet. Maar ik ben wel van plan om überhaupt ergens cargo te gaan plaatsen. Wie kan mij vertellen op welk stuk tussen Eindhoven en Utrecht waar rijdt cargo? Want ik weet niet waar cargo rijdt op dat traject. Zometeen gaan we een soort van rollercoaster gaan we in. Betuwe route, Tilburg Industrie, oké. Ja, klopt. Dat inderdaad, Stefan. Trouwens, clip meneer, ik weet niet of u nou toevallig meekijkt. Maar is er iets te doen aan deze rollercoaster, zeg maar? Dat je hier... Dit gaat allemaal op zich wel goed. Maar als je op een gegeven moment beneden bent, dan krijg je zo een beetje hoofdpijn idee, zeg maar. Dan is het zeg maar klung en wiggle en weet ik allemaal veel wat. Maar het valt nu op zich best wel mee eigenlijk, bedenk ik me net. Het is een beetje hobbelig eigenlijk. Ik weet niet of daar überhaupt nog iets aan te doen is, ja of nee. Want het is wel vrij lastig om te bouwen dit. Nog een SLT'tje. Voor mij gaat die naar Breukelen in, dacht ik. Oh ja, Rien is ook wel goed inderdaad, ja. Sorry. Ja, Driebergen.
Ik weet niet waarom ik Breukelen zeg. Ik ben echt zo... Ik noem gewoon soms random plaatsen die gewoon helemaal nergens mee te maken heeft, volgens mij. Ja, Breukelen is de andere kant op. Weet je hoe dat komt? Omdat ik door die treinposities heb ik zoveel verschillende plaatsnamen gezien. Dat wil je niet weten hoeveel ik er heb gezien. Dus ik haal alles door elkaar soms. Zoals Tilburg en Tiel, inderdaad, Christian. Dat is misschien nog wel iets begrijpelijker dat je die door elkaar haalt. Topografisch gezien niet, maar qua... In a few moments our train will arrive at Utrecht Central, our terminus station. Please make sure you haven't forgotten any luggages or personal belongings on the train. We remind you that it is forbidden to smoke inside the station. Thank you for your understanding. We hope you had a pleasant trip and we wish you a nice day. Zo, nou. Dat kwam ook eventjes erbij. Als veredelde Tilburger vind ik het onacceptabel. Ja, ik snap het wel. Dat zou hetzelfde zijn als dat ik iemand hoor om Enschede en Hengelo door elkaar te halen. Dat zou ik ook niet kunnen. Maar ja, ik heb het gewoon puur alleen met de uitspraak haal ik sommige dingen verschrikkelijk door elkaar. Maar dat zei zo. Zo. En dan gaan we hier mooi stoppen. Ding. Waarom gaat de ATB niet naar 40 bij geel? Hij staat nu toch op geel? Of op 4? Welcome to Utrecht Central, terminus of this train. Please make sure you haven't forgotten anything on the train. For your safety. We invite you not to leave your luggage unattended and to report to us any package or object that you think is suspicious. Thank you for your vigilance. We wish you a nice day. Zo, dat was in ieder geval dit scenario.